lekker aan het ontspannen. Ik zie je handen heel strak op de riemen zitten. Dat hoeft helemaal niet, gewoon lekker hangen. Plus het feit dat als je te veel knijpt in die riemen, raak je de controle een beetje kwijt. En je voelt ook niet wat er gebeurt met het blad als je die in het water zet. De kans is groot dat je hem scheef inzet. Veel meer ontspanning zoeken daar. En over ontspanning gesproken. Even kijken of ik het in beeld krijg. Je schouders. En met name je schouderbladen. Denk eraan, hè, zodra je hebt uitgepikt, de bedoeling is, zelfs als je een heel hoog tempo zou draaien, dat de recover, dus het terugglijden naar je catch toe, bedoeld voor rust. Dus er moet echt voorkomen veel ontspanning in zitten. Je romp, je armen, je schouders, uiteraard ook je benen. Niet proberen om extra lengte te pakken voor wat je nou af en toe doet. Dan trek je je schouderbladen uit elkaar, of je rolt je schouders door, niet doen. Gewoon goed voorbereiden in je derde stop. Wordt wel elk jaar beter, zie ik. En je zou denk ik nog een fractie verder kunnen oprijden. Misschien dat we iets aan de neiging van je voetenbord moeten doen. Want je hebt nog nou een centimeter 5-6 die je verder zou kunnen gebruiken op de slijding. Verder ziet het er goed uit.